De bus- en boothouders zullen morgen in actie gaan. Dit houdt in dat er geen leerlingen en leerkrachten vervoerd zullen worden. Dit besluit is vervat in een motie die woensdagavond is goedgekeurd tijdens een algemene ledenvergadering van de organisatie van bushouders in Suriname, OBS. De vergadering is gehouden in Matagauri. De leden willen dat de tariefverhoging van 40% die ze al maanden met de overheid zijn overeengekomen wordt doorgevoerd bij de betaling over december. Ook willen ze een deel ontvangen van de beloofde betalingen met terugwerkende kracht. Echter is er nog steeds niet vernomen van de overheid. Dus moeten helaas acties worden ondernomen zegt OBS-secretaris Rajesh Ori. Pas als de overheid over de brug komt Uitbetaling op basis van nieuwe, nieuwe tarieven over december en een deelbetaling van de TWK. Dan gaan we weer opstarten. Want om verder gaan we zijn sinds 2015 bezig om te komen, geraken tot aanpassen van de tarieven. 21 juni 2017 hebben we overeenkomst getekend. Daarna in punt 3 is aangegeven dat er een uh, onderzoek moet worden gedaan, dus doorgelegd moet worden, dat bestand van onderwijs. Daarvoor hebben we drie keer dispensatie verleend, omdat ze niet op tijd klaar waren. Hoe lang gaan we door? Onderzoek moet gewoon zijn aan tijd. We kunnen niet eeuwig wachten op een resultaat. Voor ons is dat traject al afgelegd. Voor ons is het nu uitvoeren. En want op 21 november hebben we de laatste meeting met minister van OE. Toen hij heeft hij ons dat voorgehouden, dat ze meer tijd nodig hebben. En dat er een deelrapport van communiën uh, ter beschikking zou zijn. We hebben het nog steeds niet gehad, we zouden dat krijgen. Hij had meer tijd nodig, we hebben toen tijd gegeven dat eind van het jaar. Met in dat tegen eind van het jaar wel wordt betaald, december, op basis van nieuwe tarieven en een deelbetaling van de supplesie. Dat is ook niet geschied. En wij gaan niet blijven meer op kijken naar een onderzoek of naar een rapport. Dat moet uitgevoerd worden. Ook de communicatie met de overheid verloopt alles behalve vlot. Volgens Orie is het nu eens duidelijk met wie er moet worden afgestemd, aangezien minister Peneu met verlof is. We hebben contact gehad met minister Penue. We hebben 12 december een brief gestuurd naar minister Penue, want we hebben in de assemblee toen gehoord, want er waren een heleboel geruchten, alsof onderwijsvervoer zou worden overgeheveld naar uh, OE. Beide ministers hebben toen in de Assemblee gezegd dat het bleef bij Onderwijs. We waren bij uh, OW, van het feit dat Onderwijs zelf aangeven dat ze technisch de onderhandeling om te komen tot aanpassing van de tarief niet kan voeren. Daarvoor moesten we bij OE. Dat traject is al afgelegd. We zijn klaar daarmee. Dus we moeten dan terug naar het ministerie van Onderwijs. Toen hebben we 12 al twaalf, een brief gestuurd, geen reactie gehad. Ik denk dat ik de 20ste heb, ik wel, uh, heb gestuurd aan de minister van Onderwijs. Die heeft gezegd dat hij met verplicht verlof is. Ons is niet bekend dat iemand anders uh, waarneemt. Want uh, er moet toch bekend zijn dat uh, welke minister nu aan het interim minister van Onderwijs is. Dus we hebben vandaag weer een brief gehad, maar hij minister Pannu. Alles, uh, regis Ori. We spraken hem naar aanleiding van de aangekondigde staking van bus- en boothouders. Morgen. Dit houdt in dat leerlingen en leerkrachten verstoken zullen zijn van vervoer.